Goedemiddag, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl Een gebied met bewolking boven de Noordzee, dat zorgde afgelopen nacht met name in het zuidwesten van België voor een beetje neerslag. In ons land bereikte de neerslag de grond niet en bleef het vandaag overal droog, maar wel nam de bewolking steeds verder toe vanuit het zuiden. In Maastricht werd het nog wel warm, dubbele cijfers zelfs met temperaturen van 10 graden. Vanavond zijn er wolkenvelden en opklaringen. Op de koudste plaatsen wordt het ongeveer 1 graad. Dat is in de opklaringen in met name het oosten en noordoosten van het land. op te plaatsen met wat meer bewolking daalt de temperatuur al niet heel veel verder meer dan 4 of 5 graden. De wind daarbij die blijft matig tot aan zee, soms vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. En dan de komende nacht lichte vorst in het oosten en het noordoosten... In het zuiden is het wat minder koud onder de bewolking. In het noordoosten komen er nog wat vaker opklaringen voor, maar ook uiteindelijk daar raakt het geheel bewolkt in de loop van vannacht en morgenochtend. De wind die blijft doorstaan en ook daardoor kan het vannacht niet heel erg afkoelen. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar er nog wel wat af, maar met name de bewolking die zal toch wel overheersen? Het is wel een stuk zachter dan de afgelopen dagen. Vandaag werd het al behoorlijk zacht met een Limburg lokaal dus 10 graden, maar morgen wordt het landelijk 6 tot 9 graden. En daarmee is, dus echt de kou, is de kou dus echt uit ons land vertrokken. De wind draait wat meer naar het zuiden tot zuidwesten in de loop van de dag en die blijft matig van kracht. De komende dagen dan is het dus echt wisselvallig. Zondag valt er dan een beetje regen, met name in de noordelijke helft van het land. Maar op zowel maandag en dinsdag dan is het bewolkt, valt tussen nu en dan regen. Maar is het wel zacht met temperaturen rond 9 graden. De komende dagen verandert er eigenlijk niet heel veel aan het weerbeeld. Met name dinsdag, en woensdag zijn de, dinsdag, woensdag en donderdag zijn de zachte dagen met op grote schaal temperaturen boven de 10 graden. Dubbele cijfers in de winter, dat betekent vaak wat minder goed weer. Dus er gaat op die dagen ook wel wat regen vallen en is het vaak bewolkt. Het lijkt erop dat de vorst voorlopig niet terugkomt en ook de lange termijn berekeningen zijn niet echt te spreken over winterkou. Dus dat is nog eventjes afwachten hoe dat zich uiteindelijk zal gaan ontwikkelen, maar voorlopig moeten we de vrieskouders achter ons gaan laten. Mijn naam is Wilfried Janssen van weerplaza.nl.